Goedemorgen allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe vlog. Het is vandaag woensdag en we zijn alweer 3 dagen aan het dagelijks vloggen. En het bevalt me echt wel best wel heel erg goed, om heel eerlijk te zijn. Misschien dat ik het wel even een tijdje blijf doen, ik vind het wel leuk. Nu is het zo dat ik ben laat opgestaan. Ik voelde me vanmorgen niet zo lekker toen ik wakker werd. Ik dacht van, oh, ik was een beetje verkouden en hangerig en moe. Ik kon mijn ogen niet open houden. Maar goed, nu ben ik eruit. Ik ben opgefrist en wel. Ik heb een outfitje aan die ik eigenlijk een hele lange tijd nu zo aan heb gehad. Ik heb deze zwart-grijze broek. Ik weet nog steeds niet wat voor kleur dit is. Laat even in de reacties achter wat jullie denken dat dit voor kleur is. Want ik vind het zwart, maar ik vind het ook grijs. Volgens mij is het gewoon donkergrijs. Die heb ik aan. Deze broeken van de Primark zitten zo lekker, want die zitten ook niet zo strak. Dus dat vind ik heel erg fijn. Dan heb ik dit shirtje wat aan de achterkant lang loopt. Super leuk. Is ook niet zo dik. Hij is aan de voorkant kropt en aan de achterkant loopt hij lang. Dus dat heb ik aan vandaag. Verder heb ik gewoon lekker mijn haar, kam door mijn haar gehaald en mijn skincare gedaan en dat is het. Ik ga ook verder geen make-up of dingen opdoen. Daar heb ik niet zo heel erg veel zin in. Wat zit er nou onder mijn oog? Er zit een of ander plekje onder mijn oog. Geen idee wat dat is. Maar goed, in ieder geval ga ik zometeen even naar de Kruidvat toe. Want daar heb ik een paar dingetjes nodig. En bij de Action trouwens. Het is even het een of ander. Ik denk Action. Het is leuker om daarheen te gaan. Dus ja, dat ga ik denk ik nu eventjes doen. Ja, laten we dat nu maar gewoon gelijk gaan doen. Goed, ik heb mijn jas aangedaan. Ik heb eigenlijk dit jasje, deze heb ik maar 1 keer nog aangehad. Dit jasje heb ik gekocht bij een winkeltje bij ons in het centrum. Onbekend winkeltje. Maar ik vind hem zo super cute. Dus vandaar dat ik dacht, ik doe hem gewoon lekker aan. Hij is grijs en heeft allemaal knopen, hij heeft geen rits. En het is niet zo heel erg dik stof, maar het is wel warm. En dan zit er een capuchon die wol heeft. Ik vind hem super chill. Hij is ook best wel lang, vind ik. Ik vind het heel erg fijn. Er zitten ook zakken in. Dus allemaal heel erg top. Wat ik dus nu ga doen is sowieso mijn tv uitzetten. Maar ik heb de was gedaan. Dus die ga ik zo meteen, als ik terug ben, even ophangen. De afstandsbediening pakken. Zo. Ik denk dat ik die afstandsbediening trouwens hierachter ga leggen. Ik moet continu helemaal daarheen zitten zoeken. En nu ligt hij gewoon lekker daar bij de tv. Veel beter. Ik heb trouwens vanmorgen een lijstje gemaakt met wat ik moet doen vandaag. Het zijn maar 4 dingen. Kamermoppen, video editen en video uploaden van gisteren. Het kaartje ligt hier al klaar. Dus dat ga ik strakjes doen. Even mijn oplaadkabel eruit halen. Ik hou er niet zo van als ik dit, mijn oplaadkabel van mijn telefoon, erin laat zitten. Dus die ga ik hier in het laadje doen. Zo. Goed, telefoon in de tas. Tas mee. En deze tas heb ik trouwens pas nieuw. Ash heeft deze in het zwart. En ik heb hem in het blauw. Ik vind hem super leuk. Het is een soort ouderwets koffermodelletje-achtig. Ik vind het super cute. Even mijn telefoon erin. En er zit best heel erg veel ruimte nog in. Dus ik vind het echt heel erg leuk. Goed, ik doe mijn tas dicht. Deze doe ik op mijn nek. En dan ga ik even naar de winkels. Oké, jongens, ik loop buiten en de lucht is strak blauw. Echt strak, strak blauw. Ik heb een zonnebril op gedaan. Dit is trouwens een zonnebril zonder sterkte. Omdat ik dat vaak fijner vind lopen. Ik weet niet waarom eigenlijk. Maar goed, in ieder geval nu onderweg naar de Action. Ik moet vandaag misschien nog naar de dierenarts toe. Voor mijn moeder. Oeh, er vliegt wat tegen mijn oor aan. Ik moet misschien vandaag nog naar de dierenarts toe. Maar we moeten daar even voor wachten tot we een telefoontje krijgt dat we het op kunnen halen. Medicijnen. Dus ja, maar dit is dus, ik wou nog even wat zeggen over het vestje. Deze heb ik dus in eerste instantie gekocht als vest. Maar ik vind hem super chill voor buiten. Het is ook gewoon eigenlijk een vest voor binnen. Maar ik vind hem super chill als vest voor buiten. Dus vandaar. Dus nee, ik ga even naar de Action toe. Om van die warmtepleisters en dingen te halen.
voor mijn nek, want het gaat wel goed met mijn nek trouwens. Kijk, ik kan gewoon weer bewegen, alleen het blijft als ik die kant op ga, doet het nog een beetje gevoelig. Dus ja, ik ga denk ik lekker in de zon lopen, jongens. Dat is veel lekkerder dan in de schaduw. Maar wat ik dus zeg, het is dus heerlijk weer. Je merkt dat het wel rustig is op straat en ook nog een ding over corona. Natuurlijk kijk ik uit als ik naar buiten ga. Maar wat ik nu al zeg, ik ben 4 dagen niet buiten geweest. Dus ik vind het wel even heerlijk om nu even lekker naar buiten te gaan. Of mensen het nou leuk vinden of niet. Zolang je afstand houdt, is er niet heel veel aan de hand. Zolang je die 1,5 meter afstand maar blijft houden, kan het op zich verder geen kwaad. Ik zag onder mijn reacties op Instagram ook heel veel reacties met ja, en je bent gek dat je naar buiten gaat en dat mag helemaal niet. Maar jongens, het mag wel. Alleen moet je 1,5 meter afstand houden. Als jij gewoon lekker een stukje wil gaan lopen buiten, is daar niks mee aan de hand. Dat kan gewoon. Dus ja, zo vandaar dat ik nu ook lekker naar buiten ga. Het is lekker weer, waarvoor zou je binnen blijven? Ik zit al 4 dagen binnen. Even een beetje frisse lucht is wel lekker. En in de tuin hebben we niet zo heel veel zon, omdat we de afkapping hebben. Op boven ons zitgedeelte. Dus daar is niet zo heel erg veel zon. En daarom is het lekker om gewoon even lekker een rondje te kunnen lopen buiten. Goed, ik ben geslaagd. Behalve de warmtepleisters, die hadden ze dus niet. Voor de rest heb ik wel alles. Ik heb meer dan ik eigenlijk nodig had. Maar goed, in ieder geval, ik heb wel de spullen die ik ook wilde halen. Ik heb lekker natuurlijk de pizza voor mezelf meegenomen. Ze hadden alleen geen dunner, dus ik kon niet een broodje dunner voor mijn moeder meenemen. Dus ik heb voor mijn moeder 3 verse kaascroissantjes meegenomen van de bakker vandaan. De Turkse bakker. Dus ja, ik denk dat ze dat wel lekker vindt. Ze waren nog een beetje warm, dus dat was fijn. Ik dacht even lekker wat eten. Nu we alleen maar binnen zitten en brood kunnen eten. Dus ja, ik vond het lullig. Ik denk, ja, dan ga ik een Turkse pizza eten. Maar ja, bij mij zit er ook alleen maar sla op, geen vlees. Dus ja, dat eigenlijk. Dus ik heb alles. Ik heb ook Coca-Cola glazen meegenomen bij de Action vandaan. Ik vond ze zo leuk. En aangezien ik ook gewoon mijn koffie in glazen doe, kan ik een leuk kopje koffie drinken. Het is ook zo rustig buiten. Ongelooflijk. Ik heb ook een bullet journal meegenomen. Ik had een oude bullet journal, maar die is echt serieus overleden. Dus ja, ik heb een nieuwe meegenomen. Ik vind het wel leuk om een bullet journal te gaan doen. Heb ik nog eens wat te doen. En voor de rest heb ik niet echt veel bijzonders bij gekocht eigenlijk. Ik ga lekker zo even omlopen. Het is lekker. Lekker weer. Lekker een stukje lopen. Ah, goed, ik ben weer thuis. Het is koud hier. Komt dat mijn raam nog open staat. Zo jammer, gauw dicht doen. Oh. Er staat nu ook geen zon meer op mijn raam, dus het is minder nu. Ik ga wel lekker mijn ogen heen open doen. Mijn haar ook, jongens. Echt, ik had echt naar de kapper gemoeten, maar ja, alles is weer dicht. Zo na. Maar ja. Zo. Oh, lekker zonnetje voor de raam. Oh, lekker warm. Zo koud. Oh ja, ik moet nog even pakken beneden. Goed. Ik heb draadloze oortjes gekocht. Namelijk, ik had draadloze oortjes. Maar die zijn verdwenen. Ik weet niet waar ze zijn. Ik heb totaal geen idee. Maar ik heb dus andere draadloze oortjes gehad bij de Action. Oh, ik moet niet gaan gooien. Dus die ga ik zo even uittesten. Verder heb ik deze 2 lipsticks nog gehaald. Een rode. En een... Ja, wat is dit? Beetje paars-bruinachtige. Dan heb ik mijn bullet journal. Die ik zo meteen lekker ga gebruiken. En dan heb ik deze koekjes. 2 ervan. Dus die ga ik lekker gelijk in de kast zetten. Voor straks verdwijnen als mijn paasen ziet. Want die eet ze zo op. En ik ga deze gelijk even uittesten. Ik denk dat ik de rode op ga doen. En mijn oortjes uittesten. En die koekjes eten. Top. Ze doen het. Geld maakt gelukkig niks meer uit.
Als ik jou in mijn armen sluit, voor mij ben jij de jackpot. Goed, ik ben lekker aan het editen, maar ik kom in één keer op het idee dat ik dit kastje misschien beter daar kan neerzetten. Die hier. Ik ga het proberen. Ik ga gewoon eventjes dit daar zetten en die hier zetten. Let's go. Goed, ik ben nog steeds lekker aan het editen, maar wat vonden jullie van de intro, jongens? Want jullie hebben hem gisteren natuurlijk voor het eerst gezien. Hoe vonden jullie hem? Ik vond hem heel erg leuk. Er is koffie gezet. Ik zit schuin op mijn stoel. Die stoel krijgt zo erg. Dat vind ik nog steeds echt iets vreselijks aan die stoel die ik heb. Hij kraakt zo erg. Hij is heel fijn. Maar hij kraakt zo enorm. Dat is echt ongelooflijk. Maar goed, in ieder geval ga ik nu eventjes de video afediten. Nog even wat muziek onder bepaalde delen plaatsen. En dan... ja, dan hebben we het gehad. En is dat ook klaar. Dan gaan we uploaden straks. En dan ben ik daar helemaal klaar mee. Ik heb trouwens koffie in mijn Coca-Cola glas gedaan. Ik vind die glazen het zo lekker vasthouden. Zo chill. Goed, ik loop inmiddels lekker buiten. Het is super lekker weer. Nog steeds. De zon schijnt nog steeds heel erg. Heel erg lekker. Ik wil nog even lekker een stukje lopen en Ash had nog een hoesje van mij liggen bij haar. Deze. Dus die heeft ze gelijk gegeven, die kwast op Akkerhof. En ik had nog een paar draadloze oortjes voor haar. Dus we hebben even gelijk geswitcht. Maar ik loop nu dus heerlijk buiten. En het is echt ongelooflijk lekker weer, jongens. Nog steeds. Super. Dus terug van het medicijnen halen voor de cavia's, maar we hebben in ieder geval al avond gegeten, maar ik kom er net dus achter dat we dus helemaal geen groenten meer in huis hebben, ook geen blikjes meer en we hebben bijna geen broodbeleg meer, dus dat ga ik nu halen. Ik ga even dit eraf halen, want dat ziet er nu niet meer uit met al het geëet. ja, dus dat ga ik zo eventjes halen. Ik heb trouwens mijn doorzichtige rugtasje weer gepakt, omdat ik die wel gewoon heel erg leuk vind om te gebruiken. Dus ik ga even die lipkleur eraf halen. Dat is echt vreselijk. Oh ja, nog even. Mijn kastje staat natuurlijk nu daar. Dus dat moet ik gewoon hier doen. Oh jongens. Het is wat. Ik ga nu hier naar de winkels. Maar dan... Ik zit wel lastig af te halen. Gaat niet heel makkelijk. Ik heb nu wel een rode mond hier door. Er zit wel kleur achter. Maar goed, in ieder geval. Ik ga even de winkels om groente te halen en probeleg. En ik heb nog iets nodig. Groente, probeleg en crackers. Even stoppen.
En ik ben nu even met Riem aan het spelen in mijn kamer. Die bij zich eigenlijk denkt, wat is dit? Waar mag mijn bureau zitten? En je weet dat je daar kan zitten. Gaat hier gewoon eens even zitten. Kijk, daar gaat hij daar zitten. Onze mooie Rio. Hé? Moet je hier zitten? Kom maar. Kom. Kom. Oh, hij ziet zijn eigen in de spiegel. Daarvoor denkt hij van, oeh. Wil je beschouwen? Natuurlijk, wil je op jezelf beschouwen. Oh, hij gaat ook echt naar achter lopen. Kijk nou, joh. Scheidluis. In ieder geval, ik heb lekker boodschappen gedaan. En ik heb net ook gegeten natuurlijk. Maar ja, we hadden dus gewoon echt nog groenten nodig, want dat was allemaal op. En broodbeleg. Ik heb crackers gekocht. Beschuit gekocht. Allemaal lekkere dingen. En ja, that's it. Ik heb tegenwoordig deze Blistek Lip Relief Balm. Nee, dit is eigenlijk gewoon wit. Het is echt een witte crème die je opsmeert, zeg maar. Maar ik vind hem wel heel erg fijn. Ik vind dat hij voor mij heel erg fijn werkt. Het is gewoon een soort lipcreme die je opsmeert. Het is ook niet echt een lipbalm. Het is echt een crème, maar je lippen worden daar echt wel heel zacht en nice door. Dus dat is top. Ja. Ik ga sowieso even een paar dingen afkruisen in mijn bullet journal. Want dat is natuurlijk allemaal wel al gedaan. Dingen die ik vandaag moest doen. Ik heb alleen nog steeds mijn kamer niet gemopt. Ik denk dat ik dat lekker morgen ga doen. Morgenochtend. Ik ga morgen ook gewoon weer lekker vroeg eruit. Daar ben ik ook wel weer lekker aan toe. Lekker op tijd op. Vandaag natuurlijk wel een luie ochtendje gehad. Ik ging eigenlijk pas om 9:30, 10:00 uit. Het is nog niet heel erg laat. Maar voor mij is dat wel heel erg laat. Ik ga wel even de was opruimen. Want die ligt hier dus nog steeds op mijn bed. Dus die ga ik heel even gauw opruimen. Oké, ik ben inmiddels lekker in mijn kamer. Staat mijn spiegel nog goed? Of staat hij op het moment van naar beneden storten? Ah, valt mee. Ik zet mijn klein stukje naar voren. Voor alle zekerheid. Je hebt me nooit gezien in een achterval. Ik heb een heerlijke Bacardi Cola gemengd. Super lekker. Heerlijk. Ja. Ik wou iets gaan zeggen, maar dan ben ik het weer vergeten. Even kijken. Dit is nog steeds best wel klein. Dat zie ik allemaal niet op de avond. Ik ga dus allereerst even lekker met Ash en met Natushka bellen. En daarna denk ik lekker mijn gemak houden. Wat ik zeg, ik ga zo gewoon lekker mijn kaarsjes aan doen, mijn lichtje aan doen. En heerlijk relaxen, want daar ben ik wel echt heel erg aan toe. Dus dat gaan we ook zo meteen gewoon lekker doen. Ik heb er op zich 31 maart duidelijkheid over coronamaatregelen. Oké, dit staat hier. Lang leeft NOS nieuws, jongens. Zo weet ik ook nog eens wat, aangezien ik niet heel veel tv kijk. Goed, ik ga even Skype opstarten, want ik bel tegenwoordig via Skype met Ash en Natushka. Dat ik dat gewoon lekker via mijn laptop kan doen. En dat is gewoon veel en veel fijner dan dat ik moeilijk aan het doen ben op een telefoon die ik tegelijkertijd wil gebruiken. En dan zien ze me weer niet. Veel gedoe. Dus ik ga echt bellen. En lekker genieten van Bacardi Cola. Goed.
aangekleed. Ik lig in bed. Het is 11:15. Ik heb mijn ex gebeld tot 11:15. De hele avond. Ik slaap aan de andere kant vannacht. Die kant slaap ik niet zo lekker. Misschien hier wel. Ik hoop het. Dus